Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer. Welkom bij de nieuwe vlog. In de vorige vlog zagen jullie natuurlijk hoe wij weer thuis kwamen na een aantal weekjes. En ja, als je een aantal weken weg bent, dan kom je terug, dan heb je voor een aantal maanden werk. Zoiets. Ja, dat weet je als je een huis in Zweden hebt. Het is, de tuin heeft heel veel onderhoud nodig. De dakgoten zitten lekker vol met bladeren. De moestuin is morto. En nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Maar dat ga ik jullie in deze vlog allemaal laten zien. Wij gaan vandaag... Nou ja, we zijn gistermiddag thuisgekomen. En nou, eigenlijk hadden we de eerste belletjes al. En de eerste, hoe heet die dingen, sms'jes. Ja, moeten we even... Even aan de slag bij een paar huisjes. Even een vakantiehuisje dus de deur klaarmaken. Dus eventjes, niks uitrusten, niks opruimen. Hoppatee, gas erop. Dus dat gaan we doen. En we nemen jullie mee. Jacqueline en ik wonen in Zweden. Samen met Mazel, de lieve hond. We filmen onze avonturen. En rijden heel Europa rond. Kom logeren met je camper. En bekijk onze leuke schouw. Je beleeft heel wat leuke uren. Dus hopelijk tot gauw. Nou ja, welkom bij de nieuwe vlog. We gaan beginnen. En nou ja, we zijn eigenlijk al begonnen. We zijn net terug. We hebben eventjes bladblazen gedaan bij een vakantiehuisje. En ja, we hebben hier ook al wat te doen. Ik zeg iedere keer als je 2 weken weggaat, kom je terug, heb je voor 4 weken werk. Maakt niet uit, hè. Daar hebben we zelf voor gekozen. Wat ons opviel is gisteren de dakgoot allemaal overliepen. Dan lig je in je bed en hoor je tok, 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 tok. Daar word je helemaal gek van. Dus ik ga straks even het dak op. Niet met die ladder, maar met een andere ladder. En dan eventjes die bladeren weghalen. Maar daar gaat straks zo even mee helpen. We hebben even boodschappen gedaan. Eerst spul is weer binnen. Dan hebben we natuurlijk gras te maaien. Nou ja, we hebben genoeg te doen. We gaan jullie lekker meenemen. En ik ga beginnen maar eventjes met de grootte van de schuur. Laten we die eerst maar eens even leeg gaan halen. Begin is het. De eerste dakgoot is leeg. En nu gaan we het echte werk doen boven op het huis. En dit moet nog wel een paar keer hoor, want er komt nog zat uit de bomen naar beneden. Dus we gaan eventjes naar de volgende stap. Mazel heeft trouwens weer prima naar zijn zin, hè. Kijk. Ja joh, lekker met zijn balletje. Lekker loslopen. Dus even goed in de gaten houden, want langzaam komen de reeën natuurlijk ook weer de tuin in. Dus we moeten wel even een beetje opletten met Mazel. Ga je doen? Ik ga het dak op. Kom van het dak af. Nee, let er wel naar beneden. Je mag hard. Je mag zo. Kijk hier uit. Ja. Nou. Dakgoot loopt weer door, hè? Kom weer water uit.
De dakgoten zijn weer leeg. We hebben ook die grote even gedaan. Die hele hoge. En viel eigenlijk best mee, maar één zat een vogelnest in. Ja, dat is ook niet handig. Dus die hebben we er ook even uitgehaald. Ik heb even bijna kleine 2 uur op de grasmaaier gezeten. En ja, ik heb niet alle bladeren, ik heb zoveel mogelijk alles vermalen. Kijk, wacht even. Kijk, ja, er is heel veel weg. Ik moet nog even een paar kleine dingetjes doen met de handmaaier. Maar het is in ieder geval weer een beetje toonbaar. Niet heel onbelangrijk. En we kunnen weer campertjes kwijt. Want we zijn gewoon weer geopend voor het winterseizoen. En momenteel kan je op het gras nog heel goed komen. We moeten even kijken hoe lang dat goed blijft gaan. Kijk, gaat het natuurlijk eenmaal vriezen, dan is de grond ook weer hard genoeg. Maar je moet even opletten dat het niet te zacht wordt, dat mensen alles kapot gaan rijden. Ja. En het is herfst. Het is echt herfst. Het heeft vannacht weer gevroren. En je ziet het gewoon in de tuin. Je kan weer bij de buren kijken, zeg maar. Je kan er weer doorheen kijken en zo. Dus eigenlijk heeft het ook wel weer wat, hoor. Maar het is wel even wennen. We zaten 2 dagen geleden zaten we nog in de 19 graden. En nu is het 7, geloof ik. Nou, we zijn natuurlijk net weggegaan. Toen was er nog geen vorst. 3 uur is er wel vorst. Nou, dat heeft wel gevolgen voor de moestuin. Ja, dat weet je. Nee, man. Ik zal het even laten zien, want het is over en uit. Kijk maar. Alles is hier eigenlijk een beetje kapot gevroren. Kijk. Hoe hangen de tomaatjes? Ja, ik krijg er geen trek meer van. Nou ja, het is helaas. Het is, zo werkt de natuur nou eenmaal. We gaan even naar binnen. Ja, het is helemaal overwoekerd, joh. En, wat je ook zegt, de tomaten, dat is allemaal gebeurd. Kijk, de courgette. Over en uit. Wat me wel opvalt, is dat de sla is nog gewoon nog goed. De krulandijvie, dus die gaan we er gewoon nog lekker uithalen. En aan de andere kant, kijk, de boerenkool. En die moet je laten staan tot de vorst er een keer overheen gegaan is of zo. Dan zit even een raar blad tussen. Maar de rest ziet er gewoon goed uit. Dus die gaan we er ook afhalen, denk ik. Ja. Nou, en in de kas is het ook over en uit. Ik had hem even dicht gedaan. Toen we thuis kwamen stond de deur open. Dat is niet handig. Oh, hier is best nog lekker. Hier is het nu best lekker. 11 graden. Nou, ik kan nagaan. Als het hier lekker is, dan... hier hangen nog een paar verdwaalde tomaten. Even kijken wat... Deze kunnen we er nog wel afhalen, hoor. Die zijn nog best goed voor binnen. Die laten we binnen gewoon lekker werk doen. Maar voor de rest is het... En de komkommer lijkt het nog te doen. Zie je het? Nou ja. Het was natuurlijk voor ons het eerste jaar dit. Met de kas. De paprika's hangen er ook aan. Hey, kijk eens, joh. Pepertjes ook nog zelfs. Ga ik eens even kijken wat je met die paprika plant kunt doen. Want volgens mij kan je die binnenzetten of zo. Nou, moeten we even gaan kijken. In ieder geval, de rest is allemaal catastrofe. Dat is klaar. Nou, terwijl Dick buiten is, ben ik binnen bezig. Nou, zoals jullie zien, de bom is gebarsten. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. We gaan het allemaal weer een plekje geven. Binnen ook. Dat gaat wel ergens op lijken. Tafel nog even leeg. Dan is het in ieder geval weer een beetje toonbaar. Nou, heel klein stukje gedaan. Het meeste even in kisten gedaan. Dan is het stapelbaar.
Daar ligt nog een nieuw gewei, hebben we ook nog binnen. Daar in de kast nog wat nieuwe souveniertjes. En de woonkamer. Kijk, het is weer een beetje toonbaar, hè. Gezellig kaarsjes op tafel. De larnapaardjes in het raamkozijn. Straks alleen nog even de eettafel voor alles van de stoel af. En dan is het weer netjes. Genoeg gedaan voor vandaag. Aan de koffie. En jij? Je bent ook weer moe, hè? Ik ben altijd in de tuin gerend. Ga je ook maar even slapen. Kleine pauze. Even slaapje doen. Ja? Goed. Oké, tot zo. En dat is hem dan. De laatste oogst. Van dit jaar. Nou ja, in ieder geval nog wat pepertjes. Wat tomaatjes. Maar ja, je blijft erbij. Ben benieuwd. Nou ja, we hebben nog sla dan en dat ding. Hè. Hoe heet dat ding? Boerenkool. Ja, dat is gaan we wel weer zien volgend jaar. Het was toch een eerste geslaagd jaar. Nou ja, wat ik zeg, we hadden voor het mooie te weinig licht op de kas. Te weinig zon. Maar ja, daar is nu de tijd voor, hè. Om open haardhout voor volgend jaar te gaan verzamelen. Nou, dan de twee vliegen in één klap. Dus die hoge jongens die hier in de weg staan, die gaan weg. En dat wordt het open haardhout voor volgend jaar. Plus daar natuurlijk, hè. Het is niet alles, hè. Maar dat zorgt ervoor dat er meer zon op de kas komt. We hebben dit jaar goed kunnen zien welke bomen de boel een beetje saboteren. Ja, dat zijn toch de grootste jongens. En die gaan dan als eerste de kachel in. Ja, het is niet anders. Zo werkt dat nou helemaal hier. En zoals jullie weten is mijn neef... ik weet niet of jullie het weten, maar we hebben het er een paar keer over gehad. Mijn neef is ook in Zweden komen wonen. En die had nog wat voor me meegenomen. Kijk. Een grill van een auto. Een Amerikaanse pick-up. En niet zomaar eentje. Nee, dat is de oude die ik gehad heb. Kijk, hierbovenin zie je nog wat foto's. Hele dikke auto. Ik heb gezegd, die verkoop ik nooit. Maar ja, toch verkocht. Spijt, ja, altijd. Maar ja, spijt is verloren tijd, jongens. Maar het leuke is, de grill. En dat is het originele nummerbord die bij die auto hoorde. Dus die heb ik nog, die had ik nog. Dus nu heb ik weer twee stukjes terug van mijn oude truckie. Nou, tof hè? Nou ja, ik vind het leuk. Dus daar gaan we een mooi plekje voor verzinnen en dan komt dat weer mooi bij elkaar te hangen. Ja, de dag is alweer bijna voorbij. Het wordt hier alweer vroeg donker. Tenminste, nog geen 3 uur zoals het echt in de winter is. Maar ja, een uurtje of 6 is het alweer donker. Dan zou je zeggen, wat een rust hier, hè. Maar er ging aardig wat verkeer voorbij vandaag. Ik weet niet, het leek of er ergens wat te doen was hier dichtbij. Maar, heerlijk zo. Blij dat we weer thuis zijn. Je was nog even bezig, vind ik dit briefje. Uit Hengelo. Donderdag 18. Nou, dan heb ik je toevallig op de camera wel vastgelegd, ja. Ja. Nou ja, als ik lief dat jullie toch even een briefje hebben. Ja, we waren er helaas niet. We waren er vanaf 11:10 weer. Dus je was net een dag te vroeg. Of, nou ja, jullie waren een dag te vroeg. Ja, in ieder geval de groeten terug. En nog een fijne vakantie. Want ik weet niet of jullie al thuis zijn als deze video uitkomt. Goedemorgen. Nou, de oude tank is er weer uit. Die deed het nog. Dat is mooi. En die gaan we gaan straks even een stukje mee rijden. Uiteraard, hè. Dat moet, hè. En we gaan hem even aftanken. De volle tank. En dan wordt hij geschorst. Want ook hier kan... hij is al wegenbelastingvrij. Maar als je hem schorst, wordt je verzekering goedkoper hier. Dus hij gaat naar binnen. En zeg maar de hakselaar en al het andere spul. Dat halen we wat naar voren. Dus dat het waar ik van de winter mee moet werken staat vooraan. En de auto blijft dan in de tent. Ja. Dus dat. Dus we gaan eventjes het een en ander verschuiven.
vouwfietsie. Ja. Ja, hij is er in ieder geval uit. We zijn nog steeds aan het opruimen. Ja, groot onderhoud. Groot onderhoud. Lekker hoor. Hè? Ja hoor. Lekker warm. Ja, lekker warm. En het ruimt lekker op. Beetje blauwe lucht. Wolkjezonnetje vandaag. Ja, we hebben genoeg zooi verbrand en we hebben nog genoeg ook. Daarom. Ja, iedere keer wat. Elke dag een stukje. Nou, zoals beloofd gaan we nog even een stukje rijden. En we gaan de tank volgooien en dan kan die van de winter lekker blijven staan. Het is even lekker weer, dus dan kunnen we mooi even combineren. Veel gefilmd tijdens het rijden. Ja, ik wil lekker te genieten, maar een sneak preview, daar staat hij. Hij staat klaar voor de winter. De hoes gaat er nog overheen en dan ja, van de winter zal hem best nog wel een keertje starten en zo hoor. En even eruit rijden als het kan. Maar echt de grote ritten worden er niet meer meegemaakt nu. Dus dat. Ja, we hebben een campertje op het terrein. Daar staat hij. En onze eigen camper natuurlijk ook nog. En we gaan straks even gezellig barbecuen. Hamburgertjes bakken. En dan lekker even een beetje slap ahoeren. En we zijn nog op een geheime missie geweest. Ja, ja. Geheime missie. Ja, we zijn met iets bezig. En daar kunnen we nog niet te veel over vertellen. Als jullie weten, te denken te weten waar we mee bezig zijn. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Laat het maar even weten onder de video. Dus, spannende tijd. Meer kan ik er niet over zeggen. Dus dat. Goedemorgen, de volgende dag alweer. Binnenkort, we wonen natuurlijk nu eigenlijk alweer 2 jaar in Zweden. Gaan we eventjes een klein special maken over wat we allemaal al beleefd hebben en hoe het tot nu toe gegaan is, zeg maar. Maar ook eventjes nog wat informatie over degenen die echt willen emigreren. Natuurlijk niet alle informatie, want dat kunnen wij ook niet meer geven, want het verandert zo snel. Maar eigenlijk een beetje hoe wij het gedaan hebben. Nou, hebben jullie nog vragen voor ons wat betreft dat? Laat ze eventjes achter in de commentaren onder deze video. Dan gaan wij ze gelijk meenemen in die video. De video duurt nog eventjes, want daar, daar hebben we best wat werk aan, maar die gaat er zeker aankomen. Nou, en het is ochtend en dan weten jullie allemaal wat er gaat gebeuren. Bij kou, joh. Om weer aan de slag te gaan. We zijn buiten en het is -5 geweest vannacht. Het is best fris. We gaan de kettingzaag eens eventjes een keertje aan de gang slingeren. Er staat een afgebroken boom, dus die gaan we weghalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus die gaan we even omzagen en dan gaan we nog een paar boompjes omzagen. Want we gaan een, nou ja, sowieso onderhoud doen aan de tuin natuurlijk. Maar dan gaan we dus ook, wat zou ik zeggen? Een voederhut maken.
niet zo heel erg ingewikkeld. Maar wel leuk voor de reetjes. Want ja, die gaan langzaamaan weer gevoerd worden. Dag veilig hier. Hè? Dag veilig hier. Ik zou iets verder gaan. Nou, er zijn er twee om. Daar zijn de mannen even aan het evalueren. Hartstikke idee. Ik wil ook even weten hoe het werkt. Dus Dick legt het even uit. Want die heeft natuurlijk die zaagcursus gehad. Dus op naar de volgende. We hebben topoverleg. Komt helemaal goed. Hoe valt de boom? Bomendokters. Evalueren. Je moet de boom lezen. Dus. Even kijken. En dan misschien om. Even een stukje filmen vanaf binnen. Ze zijn nog even aan het kijken hoe alles gaat vallen. En zij denken, waarom haal je nou zoveel bomen weg? Nou, voor de zon. De moestuin had afgelopen seizoen gewoon te weinig zon. En in het hoogseizoen hebben we de zon daar waar Dick nu staat. Dus daar pakken we wat extra's mee. Dus, en het moet ook uitgedund worden, want er staan veel te veel en veel te dicht op elkaar. Dus... ze gaan weer verder. Je hoort het al. De mannen zijn nog steeds aan het zagen. Takken. Daar een heleboel stronken. Aan het zagen. Daar. En dan verzamelen het hout daar. Dus, valt mij al op. Het is nu al een stuk lichter. Niet zitten, Dick. Geen pauze. Kom, gewoon doorgaan. Altijd hetzelfde. Altijd. Met die gozer. Altijd. Weer pauze. Ja, mijn rug is pauze. Kijk eens even hoeveel hout. Nou, dan kunnen we wel weer een paar dagjes opstoken. Ja, een dag of twee moet lukken. Alles voor een goed doel, kijk. Hup, vrij zicht op de moestuin. Maar Iwan, ja.
Waarom ligt daar een top van een dennenboom? Nou, dat zou je vertellen. De kerstman die komt straks. De kerstman komt straks? Even... Dus moeten we kerstboom noemen? Moet ik de ballen gaan zoeken over? Je kan de piek en de ballen kun je gewoon gerustig uit Goed. Het schap halen. Ik ga ze even zoeken. De vogeltjes zijn weer blij met het voer. Nou kijk, buiten liggen de stapels hout klaar. Kijk, daar en daar. Dus morgen weer verder. Blokjes zagen, allemaal gekloofd worden, opgeruimd. Maar ik sta nu boven vanuit het slaapkamerraam te filmen. En al zoveel meer licht. Dus helemaal blij mee. Ja, en hiermee zijn we alweer bijna aan het einde van deze vlog van onze eerste dagen in Zweden. We hebben niet stilgezeten. We hebben nog veel te doen. Maar, nou ja, Jacques liet het net al zien, hè, vanaf boven. We hebben genoeg hout voorlopig weer. En we zijn nog niet klaar, maar mijn rug was er even klaar mee. Dus, best pittig. Gelukkig goede hulp van Iwan. Maar ja, kijk, hier ligt er nog één. Daar liggen er nog een paar die op liggen. En hier moeten er ook nog een paar. Maar dit is even voor laat. We gaan eerst nu zorgen dat dit weer opgeruimd wordt allemaal. Moet het allemaal nog... dat moet allemaal nog in kortere stukken. We hebben het eventjes in draagbare stukken gedaan. Dan moet het nog gekloofd worden natuurlijk. En, maar zagen we het ook aardig bot aan het worden. Dus dan gaan we eerst zorgen dat dat in orde is. En dan gaan we weer verder daarmee. We hebben nog... we hadden natuurlijk een soort geheime missie. Maar dat wordt nog vervolgd. Daar kan ik nog niks over zeggen. Maar als dat doorgaat... Ik kan er wel een klein beetje... Als dat doorgaat, dan hebben we heel veel te doen. Maar dit is het eventjes voor deze keer. Zondag zijn we er weer. En ik hoop dat jullie dan ook weer meekijken. Nou, vind je het leuk? Voorlopig natuurlijk eventjes vlog van ons leven in Zweden. Want de camper blijft eventjes op zijn plek staan. Maar vind je hem leuk? Geef even die dikke duim. Dat vinden we helemaal super. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Mazzel!